Hoe ben ik erbij gekomen om lijsttrekker te worden? Ik ben in contact gekomen met FVD. Ik ben lid van FVD en mijn naam kwam naar voren om op de lijst te komen. Vanuit de gesprekken was er eigenlijk een hele mooie klik. Een bepaalde gedrevenheid en een bepaalde passie en dat klonk heel goed in de oren. En toen ging ik verder in gesprek. Bij een partij horen natuurlijk ook standpunten. FVD benoemt op haar website onder andere dat ze Wieldrecht toegankelijker willen maken. Binnen de referenda lagere energierekeningen door niet van het gas af te gaan, maar ook goedkopere woningen. Keuzes die vooral voor de landelijke politiek zijn weggelegd, maar FVD lokaal wil aanpakken. Ja, het is natuurlijk ook wel weer een samenhang van verschillende dingen. Want je kunt natuurlijk inderdaad gaan kijken van datgene wat je gaat bouwen, wat komt er? Hè? Wat ga je doen lokaal? Wat voor beweging heb je? De ruimte waar je zit, want Dordrecht is en blijft natuurlijk wel een eiland. En op een eiland is ruimte beperkt, dat snappen we ook allemaal. Het hangt er ook aan vast, hoe moet je omgaan met alle regels die er zijn? Hè? Hoe moet je gaan bouwen? Waar moet je aan voldoen? En dat is natuurlijk ook allemaal zo aangescherpt. Dus dat is ook een ding waar we naar moeten kijken. Nu heeft de PvdA op voorhand al gezegd niet met FVD in een college te willen stappen. Toch blijft Ruby er luchtig onder. Ja, ik heb het filmpje gezien waar inderdaad de vraag is gesteld. En soms vraag je af wat wordt er bedoeld. Want samen in een coalitie zitten, terwijl je wel standpunten hebt die recht tegenover elkaar staan, dat is wellicht wat lastig. Samenwerking is in mijn beleving weer wat anders. Hè? Samenwerken of een coalitie vormen of... Ja, in ieder geval met elkaar in gesprek gaan, dat zijn verschillende dingen. Als iemand zegt, ja, mijn standpunt staat lijnrecht tegenover dat van FVD, wij staan daar anders in, ik zie niet hoe wij één lijn kunnen trekken. Ja, dat kan, dat is iedereen's mening. En dan de toekomst. Hoeveel zetels gaan jullie binnenhalen? Ik vind dat een hele leuke vraag, maar ook een hele moeilijke vraag. En mijn standpunt daarin is sowieso, ik kan en wil dat niet voorspellen. Want ik wil gewoon kijken wat er op komt dagen. Ik denk dat dat ook het leukste is. En tuurlijk, we gaan niet meedoen als we denken dat we geen kans maken. Hè? Dus we hopen zeker op een goede uitkomst. Maar ja, de kiezer beslist. Ik beslis het niet. Hè? Het gaat niet om mij, het gaat niet om mijn mening en het gaat niet om hoeveel zetels ik wil. En het gaat erom wat het publiek wil. Maar vooral mensen stimuleren om te stemmen. Ik denk dat dat in het algemeen gewoon heel belangrijk is.